Welkom bij Sportief Land van Kuik, aflevering 3. In deze aflevering onder andere de Milse Handbalvereniging. Maar eerst gaan we even terug naar het succes van het damesteam van Activia. De groep snakte naar een overwinning na 2 verloren wedstrijden. En afgelopen zaterdag in de sporthal in Sint-Tunis lukte het om te winnen van Citerdia. Veel publiek, veel enthousiasme en een tevreden coach Kirsten Verhoeven. Hoe zit het toch op sportief gebied in het land van Kuik? Hoe zit het met de samenwerking? Op sportief gebied gaat dat goed. Onder andere op korfbalgebied met Landhorst en met Wulpedoort. Deze 2 verenigingen hebben de handen in elkaar geslagen en zijn samengevoegd tot 1 vereniging onder de naam Klik 2015. En het klikt tussen de 2 peeldorpen Landhorst en Wulpedoort. En in Stevensbeek gaat de sportieve samenwerking ook goed tussen de inwoners van het dorp en met name ook tussen de inwoners en de voetbalclub. SVS ziet met plezier de selectie uitgebreid door de komst van een aantal asielzoekers uit het AZC een stukje verder. Wie weet hoeveel winst dat op gaat leveren. En dan, volharding, daar is het blijkbaar een gezellige boel. Want de vereniging is uitgeroepen tot de leukste vereniging van de gemeente Boksmeert. En dat gaat gepaard met een echte award-uitreiking op 7 december. Sportief Land van Kuik ging op bezoek, zoals gezegd, bij MHV, de Milse Handbalvereniging, die de thuishaven heeft in Sporthal de Looierij. Eventjes was het een beetje moeilijk, want het zo succesvolle herenteam is noodgedwongen een stukje lager moeten gaan spelen. En wij zijn benieuwd hoe het verder gaat met dat team en met de hele vereniging. Gunter Obrecht, nu vicevoorzitter van MHV in Meel. Handbal leeft al heel lang in Meel. Handbal leeft al een behoorlijke tijd in Meel, ja, sinds 1981. Vroeger had je voetbal, dat heb je nu nog. Handbal kwam daarbij, maar dat begon meteen goed hier. Heb jij een idee van, we zijn gelijk begonnen met dames, met heren, met jeugdteams, maar in ieder geval, het begon vrij vlot te lopen. Het begon inderdaad vrij vlot te lopen, dat klopt, ja. Zoals ik al zei, een beeld geven van de afgelopen 7 jaar. Toen ik bij MHV binnenkwam als bestuurslid, alweer 7 jaar geleden, hadden we een team of 14. Ondertussen hebben we 16 teams, zowel dames als heren, senioren en jeugd. En daarbij nog 2 recreante teams op dit moment. Nou praten jullie over, als het over dit handbal gaat, over topsport en over breedte sport. Dat kun je allebei wel toelichten. Ja, je noemt het topsport, ik noem het zelf altijd sport op niveau. In principe zijn we een breedsportvereniging. Alleen door het enthousiasme van de leden van destijds zijn wij in vrij korte tijd van regio handbal, zijn we met zowel dames als heren, zijn we gestegen naar landelijk niveau handbal. En dat hebben we in ieder geval aan de herenkant een jaar of 8-9 volgehouden. We hebben echt op het nagenoeg hoogste landelijke niveau, de eerste divisie, met de heren hebben we gespeeld. Alleen hebben we jammer genoeg eind vorig jaar, een besluit moeten nemen om onze heren 1, toch ja, eigenlijk wel het vlaggenschip ook van deze vereniging, hebben we om redenen terug moeten trekken uit de eerste divisie. En dan zit je gebonden aan de regelgeving binnen het NAV en dan moet je met zo'n team terug naar jammer genoeg de regio. Nu heb je in de breedte van de club een hoog niveau bereikt, dankzij het technisch beleid?
onder andere technisch beleid, maar ook met name enthousiasme van onze jeugdleden, van onze leden zelf. Ik bedoel, handbal is in principe een sport waar je nooit rijk van zult worden. Sport op niveau betekent toch dat je minimaal 3 keer in de week moet trainen. Je hele zaterdag of zondag gaat er aan op. En dat betekent dat jongens en meiden die op niveau handballen, moeten heel veel tijd en heel veel energie in hun sport steken. En daarvoor staan, en dat is eigenlijk het enthousiasme. Ze moeten het doen vanuit enthousiasme. Ja. Maar met name dat enthousiasme bij zowel de meiden als onze jongen, als jongens destijds, heeft ervoor gezorgd dat we als vereniging vrij snel zijn kunnen groeien. Jullie kregen ook een bepaalde aantrekkingskracht door het enthousiasme van andere verenigingen, andere dorpen? Ja, op de een of andere manier lukte het ons, je noemde net het technisch kader, en ik denk wel dat dat een behoorlijk belangrijke rol speelt. Maar als je op een gegeven moment als vereniging op niveau speelt, of op niveau komt, dan heb je in de regio wel een aantrekkingskracht. En dat ging altijd met gesloten beurs? Dat ging altijd met gesloten beurs, voor zover ik weet. Ja. En ik kan natuurlijk niet spreken voor hetgeen wat er allemaal voor mij gebeurd is, maar voor zover ik weet is er nooit iets onder of boven tafel aan spelers uitgegeven. Anders dan reguliere reiskosten, die je sowieso betaalt, en trainingskosten. Ja. Jullie zeiden tegen spelers van buitenaf, jullie zijn welkom, handballen maar. En daar ging het eigenlijk om, handballen. Ja. Dat met die heren 1, dat heeft natuurlijk wel, dat was een beetje een heikel punt om het zo te noemen. Hoe doen we dat? Want we moeten terug. Nou, het was best een lastige beslissing. Of een lastige beslissing in de zin van, je bent een bestuur, je hebt 1 ding te doen en dat is het besturen. En aan besturen betekent dat je soms een leuke besluit mag nemen en ook soms minder leuke besluiten. We zagen het als bestuur wel, en niet alleen als bestuur, maar ook als technische commissie en ook als teambegeleiding van de heren 1 zelf. Wel al een tijd aankomen dat het niet de goede kant op ging. En niet de goede kant klinkt misschien te negatief. Maar we zijn met z'n allen in gesprek gegaan een tweetal jaren. En we hebben met elkaar, dus zowel bestuur als technische commissie, als de teambegeleiding en het team, hebben we vorig jaar besloten om een stap terug te doen. Ja. Die jongens, die toppers, die vertrokken aan blok, dat klinkt wat vreemd misschien, maar natuurlijk wel waren diverse redenen voor dat ze zeiden van, nou, en toen viel het team uit elkaar, als ik het zo mag formuleren? Nou, het team is echt nooit uit elkaar gevallen. De afgelopen jaren zijn elk jaar er 1 of 2 jongens, hebben voor zichzelf, om persoonlijke redenen, privé redenen, besloten om een stapje terug te doen. Dus niet meer op dat niveau te handballen, maar een stapje terug te doen. En terug te gaan naar de vereniging waar ze zelf vandaan kwamen. Wij respecteerden natuurlijk, zo'n beslissing maak je zelf en daar heb je 100.000 goede redenen voor. En moet je mensen ook gewoon lekker hun ding laten doen. Maar dat betekent niet dat en masse iedereen vertrokken is. Op het eind van vorig jaar hielden we nog een groep over van 8 spelers die op dat niveau hebben gespeeld. En we hebben eigenlijk na het besluit wat we als bestuur hebben genomen, hebben ook de jongens voorgelegd van, het is aan jullie om zelf te besluiten wat je doet handbal, in je handbaltoekomst. Blijf bij ons, dan vinden we het leuk. Maar de poort staat in principe open, de deur staat open, of in ieder geval voor jezelf staat de keuze om, mocht je nog op niveau willen handballen, om uit te wijken naar andere verenigingen. Ik bedoel, in de wijde omgeving, of in ieder geval in de omgeving, hebben we een club als HABO, die komt uit Boekel, uit Olympia en Os. En die spelen op dit moment tweede divisie en eerste divisie handbal op niveau. En we hebben in ieder geval aan de jongens zelf de keuze gelaten wat te doen. Ja. Per definitie, ze zijn met z'n 8 gebleven. Ja. Wat is zoveel betekent dat ze op dit moment met 8 jongens uitkomen in de tweede klasse regio. Ja. Het is even anders, het is als vereniging best wennen, maar daar vinden we wel een draai aan. Ja, de andere kant is natuurlijk ook, de regio heeft ook zijn aantrekkelijke kanten qua beleving en enthousiasme, toeschouwers. Zoals ik al zei, het klinkt anders. Hè. In plaats van je speelt eerste divisie landelijk en dan komen teams uit Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, hier naartoe in Mil, komen hier een potje handbal spelen. Ja, doe je het nu met regioverenigingen als Wanderooi, Helios, die hier naartoe komen. Ja, de beleving is hetzelfde, ja. De entourage is anders. Ja. De entourage en de accommodatie is ook anders. Als we kijken naar waar jullie trainen en spelen. Nou, we hebben het daarnet in de wandelgang al even over gehad. Om sport op niveau te kunnen bedrijven, zijn een aantal dingen nodig. Dat is 1, geld. Ik bedoel, het is voor een vereniging als MAV best een behoorlijk deel van het budget wat opgaat aan het spelen op niveau. Dat is 1. Maar we hebben het besluit niet alleen genomen op basis van inkomsten. Dat is ook de accommodatie waar je mee moet doen en het gemeentelijk beleid waar we mee te dealen hebben. Kijk, als je op regioniveau speelt, is altijd de discussie, mag je wel of geen hars gebruiken. In
principe de gemeente Mil, die draagt een breedte sportbeleid uit. Wat zoveel wil zeggen, wij willen in Mil iedereen aan de sport te krijgen. Maar wel elke vereniging met zijn eigen, of met ieder dezelfde randvoorwaarden. Dat betekent dus dat wij deze zaal, het is een hartstikke mooie zaal, het is net nieuwe vloer ingelegd door de gemeente een ruim jaar geleden. Dat betekent dat deze zaal moeten verdelen met 8 verenigingen die er op dit moment in bezig zijn. En dat betekent dus dat je eigenlijk nooit op een volledig veld kunt trainen. Je rekening moet houden met andere verenigingen. En dat heeft zijn weerslag in het op niveau kunnen trainen. Ja. Want die jongens die willen eigenlijk, als ze op niveau willen trainen, willen ze maar één ding. Een volle zaal en het liefst 3-4 keer in de week. Ja. MHV bloeit en groeit misschien ook nog wel. Ondanks dat er wat knelpunten zijn. Je noemde al de financiën en ook de kaderbezetting. Hè? Ja, inderdaad. We hebben al, je noemt het knelpunten, ik moet altijd maar uitdagingen. Het is op dit moment even zoals het is. Toen ik erbij kwam was het eigenlijk net andersom. Toen was het technisch beleid wat minder. Nu floreert het technisch beleid. Toen was de sponsorcommissie bloeiend. Nu is de sponsorcommissie wat minder. Dat is als bestuur is dat een uitdaging die we gewoon aan moeten gaan. En ik zie dat best met veel vertrouwen tegemoet. Ik proef bij de vicevoorzitter van bovenin spelen met zo'n herenteam of CQ damesteam. Dat is toch wel aantrekkelijk. Ja, daar streef je weer naar. Ja, zeker als je als vereniging jarenlang met 2 teams echt op niveau hebt gespeeld, gaan we nu met 1 team op niveau spelen. Want de dames, waar we eerlijk zijn, die meiden die trainen ontzettend hard. Die spelen op dit moment tweede divisie landelijk. Dat is nog steeds hartstikke mooi. Er zit ontzettend veel jeugd onder aan de dameskant die zo door kan stromen richting dames 1. Dus wat dat betreft zit daar zit wel toekomst. Ja, en bij de heren betekent dat we eigenlijk gewoon helemaal opnieuw moeten beginnen. Ja. Maar dat gaan we wel doen. Ja. En ik ben ervan overtuigd met een vereniging als deze, waar het enthousiasme van de leden, de betrokkenheid van de leden. Want wat er ook moet geregeld worden, of dat er mensen zijn bereid om dingen te doen. Ja. Dus daar komen we best aan uit. Tot slot toch even naar, ik noem het maar, de goeroe van het Middelste handbal, Tini van Katwijk, die er helaas nog even niet bij kan zijn. Ja. Die loopt toch wel een beetje als een rode draad door de vereniging heen, hè? Zijn vakmanschap. Ja, als je MLV en dan moet je in één adem moet je Tini van Katwijk noemen. Dit is zijn kind. Ja. Vanaf de wieg tot waar we op dit moment staan als vereniging, daar loopt Tini als een rode draad doorheen. Ik liet je net het papiertje zien. Dus ja, je had nog wat vragen meegekregen van hem? Ja, geen vragen. Ik had opmerkingen van Tini meegekregen. Ja. Van, joh, vertel hoe de vereniging in elkaar. Ja, ja, ja. Ja, dit is Tini ten voeten uit. Ja, ja. Dat mag ik wel. Ja, ja. Een clubman. Hart en nieren. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Ergens tussen Sint-Tunis en Boksmeer in het buitengebied ligt een heel mooi grasveld met wat bebouwing. Misschien bent u er wel eens langs komen fietsen en heeft u zich afgevraagd, wat doen ze daar eigenlijk? Wat vliegt daar? Modelvliegclub Columbia kan u daar alles over vertellen. En daarom is TV Land van Kuik op bezoek geweest. Volgende week te zien in de volgende aflevering. Kijken. Tot dan.